smaakt het een beetje? Ja hoor, heerlijk. Ik heb wel een frietje op, ja. Dat was lekker. Ja? Ja. Dus nu staan jullie hier met een frietje. Waarom specifiek met een frietje? Dat had ook een pannenkoek kunnen zijn bijvoorbeeld. Alhoewel pannenkoek weet ik niet in zijn kont. Maar nee, het had ook iets anders kunnen zijn. We hebben het hier bij Amplion een keer gedaan. En op andere plekken in lunchpauzes is het mooi om mensen naar buiten te halen. Je biedt wat eten aan, sociaal gebeuren. En belangrijk is ook voor vakbonden. Dit is niks met ultimatum of staken nog. Het is in je vrije tijd, in je lunchpauze. Een ludieke actie tijdens de lunch. De vakbonden lieten op deze manier weten dat een heleboel medewerkers het niet eens zijn met de cao-onderhandelingen. Waarom staat u hier vandaag? Nou ja, de cao-onderhandelingen die duren zo lang en het resultaat is niet wat we verwachten. Nexperia heeft naar mijn mening gewoon de inflatie genegeerd. En het was verder niet onhandelbaar, dus we kwamen met een laag bod. En dat vond ik niet zo leuk, maar andere mensen ook niet. Nexperia biedt een salarisverhoging van 4,5% per 1 januari 2023 en een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ja, maar die 1000 euro dat gaat gewoon mee op de grote hoop, daar heb ik niet zoveel aan. En 4,5% is gewoon veel minder dan Amplion en veel minder dan de PME, dan de Metalectro. En veel minder dan NXP, dus ja, zo goed is het niet. Want NXP en Amplion bieden meer. Amplion zit op 5,6% en die krijgen er volgend jaar ook nog substantieel bij. En dat hebben wij helemaal niet. Volgens de vakbonden heeft Nexperia goede jaren achter de rug, maar merken de medewerkers er weinig van. Wat hoopt u te bereiken? We hopen toch wel op een procent of 7, 8 uiteindelijk te halen. Dus bijna dubbele voor wat ze nu bieden. Als Nexperia zeg maar 6,5-7% zou bieden, dan zou ik dat goed vinden, ja. Een woordvoerder van Nexperia noemt de frietactie spijtig. Volgens haar is Nexperia met een goed bod gekomen. Ondanks de stakingen laat het techbedrijf de salarisverhoging en de eenmalige uitkering alsnog doorgaan.